Degene die de competitie opent, zou over een week dolgraag een handtekening onder dat platencontract willen zetten. En na de kwartfinale, dat is iets waar ze zeker naartoe wil. Ik bedoel, de keiharde finale natuurlijk. Hier is Jody! Jody's optreden tijdens de kwartfinale werd niet alleen met veel punten beloond, maar ook met goede kritieken. Mijn optreden met de eerste liveshow ging heel goed. Ik stond heel zelfverzekerd op het podium. Ik voelde me echt thuis. Ze heeft iets heel vrouwelijks, maar ze heeft ook iets mannelijks af en toe. Ze is een beetje grillig, maar dat vind ik gaaf of zo. Voor mij is het heel belangrijk om in de finale te komen, omdat het ook echt mijn droom is. Ja, ik wilde al heel lang. Als je naar het tweede of naar het laatste refrein gaat, dus dan heb je weer die I saw the life inside your eyes, die haal je mooi uit. En kun je dat dan doortrekken? Dus dat je nog een uithaal extra, pakt. Een extra uithaal in dat refrein. I saw the life inside your eyes. Jody is natuurlijk een goede zangeres en ze performt goed, maar ze moet er zelf in gaan geloven, want dan gaat ze ook meer stralen. Als je het dan zo doet, en dan misschien nog wel heftiger, ja, dan ga je er gewoon overheen wat je al gedaan hebt. En dan ga je waarschijnlijk naar die finale toe. Ik ben echt een podiumbeest en ik vind het heel leuk om op het podium te staan. Ik kan niet wachten om op te gaan. Diamonds van Rihanna wordt gezongen door Jody. Spectaculaire opening. Ja. Hoe voelt het? Goed. Goed. Ja, goed. Oh. Ik ben een heel klein beetje zenuwachtig. Daar kan ik me iets bij voorstellen, maar als wij voor ons kijken, is dat volgens mij helemaal niet nodig. Ik ga naar Stacy. Stacy, vertel. Nee, dat je zo zenuwachtig bent, dat is echt niet nodig. Ik zag inderdaad af en toe een beetje angst in je ogen. En dat is zo zonde. Ga er zelf in geloven, want wij geloven erin en het publiek gelooft erin. Je bent bloedknap, zoals Glennis dat mooi zegt. Je bent echt fantastisch. Je hebt iets mysterieus om je heen hangen. En dat is heel aangenaam en heel bijzonder om naar te kijken. Ontzettend goede opening. Dankjewel. Dankjewel, Stacy. Lekker, hè? Ja. En dan gaan we naar Glennis, die zou zeggen bloedmooi. Bloedknap of bloedmooi. Je hebt het allemaal. En voor ons ben jij echt wel ons diamantje, hoor. Een ruwe diamant. Je moet echt nog wel hier en daar een beetje aan jezelf werken. Maar meid,
je bent echt wel een ster in spe. En geloof daarin, weet je. En dan kom je heel ver. Ja. Oké? Ja.